klimaat is wel een van de belangrijke speerpunten van de feestpartij. Want als er een heel slecht klimaat is, is er ook een heel slecht feestje. Nou, dan sta ik hier met Johan Flemmings van de feestpartij. Tadaa! Duidelijk te zien. Ja, in het oranje. En ik ga hem ook wat vragen stellen over zijn klimaatbeleid. Ja. Nou, eigenlijk een soort een introducerende vraag, een beginnende vraag. Hoe vindt u dat het er nu voor staat met het klimaat? Nou, het kan beter. We zijn natuurlijk wel een beetje op de goede weg. Een beetje. Maar er kan nog veel meer gebeuren. Want ja, het klimaat is natuurlijk wel het allerbelangrijkste op dit moment wat er is. Kijk, corona is natuurlijk wel... Dat staat nu... Alles slaat corona nu op dit moment. Maar ja. Het klimaat is wel de toekomst. En corona hebben we nog, misschien nog een half jaar last van. Mm-hmm. Maar als we zo doorgaan in de wereld, ja, dan hebben wij en alle toekomstige mensen nog heel veel last van wat we nu aan het doen zijn. Ja, dus u zegt, er moet wat gebeuren. Absoluut. En wat voor dingen moet ik dan denken? Er zijn heel erg veel dingen. Want je kunt natuurlijk zelf ook beginnen. Ik heb zelf bijvoorbeeld gekozen. Ik zeg altijd, verbeter de wereld en begin bij jezelf. Mm-hmm. Ik eet geen bruine bonensoep meer en witte bonen. Ik verminder dan de uitstoot ook. Oké, okay, ja. Ja, je moet ergens mee beginnen. Maar we hebben natuurlijk ook serieuze punten natuurlijk allemaal. Mm-hmm. Nee, we willen in heel Nederland een soort monorail systeem hebben. Helemaal elektrisch. Mm-hmm. Net zoals wat je in het klinkt een beetje futuristisch, maar wat je nu in Disneyland Parijs hebt, maar dan in het heel groot. Dat je gewoon overal kunt instappen. Auto's, ja, het merendeel van de auto's kan dan gewoon weg. Als je maar snelle verbindingen hebt. En zo'n monorail systeem, we hebben het helemaal uitgewerkt. Het kan in principe wel. En dat wordt helemaal aangedreven door zonnepanelen, windmolens. Ja, dat kan je helemaal. En dan heb je mega veel minder uitstoot. Mega veel minder. Ja, dus dat heeft natuurlijk ook wel iets. Want daar zit je natuurlijk op te wachten. Veel minder uitstoot. Ja. En het transport kan ook veel sneller. Willen we ook nog gratis maken, ook nog. Dat is helemaal mooi. Want het wordt toch opgewekt uit de lucht. En we willen we dan ook weer. De zon die krijgen we al gratis. Dus de stroom van de zonne-energie is gratis alleen investeringen in de panelen. Maar die worden ook steeds goedkoper. Die worden ook steeds goedkoper. Dus u had het over veel transport, want dat is goed. Wat denkt u dan over vliegtickets en over... Nou ja, de luchtvaart. Ja, de luchtvaart. Wat er natuurlijk... Die moet je ook een beetje terugdringen. De prijzen, de dumprijzen nu, dat je voor 15 euro... Kijk, het is een beetje raar. Als je een enkeltje Amsterdam pakt, is goedkoper. Of is duurder. Ja. Enkeltje Amsterdam is duurder als een ticket naar Barcelona. Een beetje raar. En dan heb je zoveel uitstoot. Dus wat dat betreft, als mensen heel graag op vakantie willen, mag ook wel iets kosten. Dus ik denk dat je daar ook met die prijs iets moet doen. Het wordt nu zo gestunt ook allemaal. Ja, en ik vind het openbaar vervoer in Nederland gewoon sowieso al gratis. En dan kunnen de tickets voor het vliegen ook weer een stuk omhoog. Dus door BTW of... Nee, je kunt wat belasting erop heffen. Ja. En dan komt er ook weer wat terug uit in de staatskas. Maar wel het openbaar vervoer in Nederland gratis maken. Maar dan helemaal volledig elektrisch. Oké, dus u had het over groene energie net, over wind en water. Misschien ook wel zon. En wat denkt u dan over kernenergie? Kernenergie. Het blijkt toch de meest schone energie te zijn. Maar je moet er wel een beetje voorzichtig mee omgaan. Mm-hmm. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar ik ben zelf persoonlijk niet tegen kernenergie. Okay. Wel wat ze ervan kunnen maken, dat is wat minder. dat is een persoonlijk iets inderdaad. Ja, precies. Ja, en even kijken. Als we dan kijken naar Nederland, zien we dat wij een hele grote... export hebben van vlees. En dat is natuurlijk ook best wel CO2 uitstotend. Vindt u dat we daar iets aan moeten doen? Of heeft u andere oplossingen? Ik denk dat je gewoon het hele eetpatroon ook een beetje moet gaan veranderen. Kijk, er is heel veel CO2, maar je kunt het ook op een andere manier doen. Je kunt op een andere manier ook voedsel maken. En ik denk dat je daar ook, je moet in die tijd, daar moet je ook veel meer gaan investeren om daar nieuwe manieren voor te vinden. Dan krijg je automatisch veel minder uitstoot. Mm-hmm. Als je ziet, de kippenindustrie heeft al een stuk minder als rundvleesindustrie aan de uitstoot. Dus je moet anders gaan denken. En hoe haalbaar acht u dat Nederland ook echt anders gaat denken? Dat gaat nog wel heel erg lang duren, want de mensen zijn niet zo van het meteen doen. Het duurt altijd lang. Dan zie je onze partij ook, de feestpartij. Nou, als we in de kamer komen is het mooi, maar ik denk dat het wel even zal duren. U staat er realistisch in. Ja. Ik sta echt met twee voeten op de koude grond op dit moment. Ja, is dat ook een afspiegeling van het klimaat? Of... Nee, ik hoop het niet. Ik hoop dat we veel sneller met het klimaat omgaan. Op de positieve, er is zoveel te doen op klimaatgebied. Ook gewoon zelf, maar ook het plastic. Als je ziet wat er een plastic soep in de oceanen... Het plastic
kan je vervangen. En ik denk dat dan beter gewoon als karton of andere verpakkingen gaan doen. Maar het plastic, ja, en zeker het stagegeld vond ik ook al op blik. Ja. En op plastic, misschien allebei, is toch wel een goede zaak. Als het niet anders kan. Maar liever het plastic, toch de wereld uit. En ziet u dat over 30 jaar? Denkt u dat het dan ook echt wel gerealiseerd is? Of... 30 jaar? Wil je zo lang wachten? Ik wil helemaal geen 30 jaar wachten. Het moet veel eerder kunnen. Mm-hmm. Dus 30 jaar is echt veel te lang. Dat plastic moet er al veel eerder uit. En geen 30 jaar. Geen 30 jaar? Nee, zeker niet. Nou, dat is natuurlijk een mooi toekomstbeeld. En denkt u dat het in de Kamer ook wel doorheen gaat komen? Nou, als wij in de Kamer komen, gaan we er heel veel moties op indienen. Wat dat betreft, daar gaat het er doorheen komen. Dan gaat het er doorheen komen. Maar ja, dan denk je dat het nog 30 jaar duurt. Nou, ik ben heel benieuwd. Nog één laatste vraag hoor. We zagen natuurlijk vorig jaar, voor corona, wel dat heel veel kinderen of jongeren de straat op gingen. En dan een dagje school misten of skipten. Om dan te protesteren voor het klimaat. Om laten zien aan de overheid, goh, wij vinden het klimaat toch belangrijk. Ga er iets mee doen. Vindt u dat een goede mentaliteit? Denkt u, nou hallo, je moet wel naar school blijven gaan? Ik denk juist die bewustwording. En als het elk jaar één dag zou zijn, ik denk dat die bewustwording heel goed is. En juist daarop veel meer gaan doen met die jeugd. Want die jeugd is wel de toekomst. Ik denk dat die juist heel bewust moeten zijn voor het klimaat. En dan is die dag per jaar nog niet zo heel erg. Dus als u uw feestpartij, het klimaatbeleid van uw feestpartij is in een paar woorden moet samenvatten, hoe zou u dat doen? Klimaat is wel een van de belangrijke speerpunten van de feestpartij. Want als er een heel slecht klimaat is, is er ook een heel slecht feestje. Dat vind ik een hele mooie. Daar kunnen we mee afsluiten. Ja, nou, dan wil ik u heel erg bedanken dat u met ons hier in gesprek wil gaan. Dankjewel.